Ik vind het erg fijn dat ik dat mag presenteren. En deze magic show wil ik dan graag brengen hier op het toneel. Maar mag dan vragen aan iemand in de zaal, een van de heren, of die mij wil assisteren. Beetje flinke, stevige kerel. Die. Daar komt er alleen aan. Oh, dat vind ik wel geinig. Een stevige man. Ja, komt u maar deze kant. Een applaus, dames en heren, voor deze moedige man. Die zo ogenblikkelijk gehoor geeft aan mijn vraag. Komt u maar, daar is het trapje, als u daarop wil gaan. Ja, graag. Ja, ja, prima. Ja, graag. En dan deze kant op. Waar? Ja, het gaat goed zo. Oh ja. Ja, u gaat goed. Oh, natuurlijk, ja. Prima. Ja, en dan nog even eromheen. Ja, dat ben juist. Dat vind ik heel erg sympathiek van u. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Ja, applaus is zeker verdiend. Dank u. We want more. Nou, als ik zeg... U hebt nog niks gedaan. Kun je nagaan. Wij willen natuurlijk allemaal graag weten hoe uw naam is. Ja, vanzelfsprekend. Hoe is uw naam? Oh, Van Ravenswaai. Ah, Theo van Ravenswaai. Ik mag Theo zeggen. Ja hoor, of meneer Van Ravenswaai, wat u wil. Ik mag kiezen. Tuurlijk. Dat is fijn. Meneer Van Ravenswaai, in de eerste plaats mijn hartelijke dank dat u zo sportief bent om mij te willen assisteren in mijn magic show. Ja. Ja. En u hebt het nu over de zaal. De mensen die allemaal in de zaal zitten. Ja, ik word er nerveus van een beetje hoor. Ik heb hier nog nooit gestaan, hè? Nee? Nee. Maar de mensen die allemaal in de zaal zitten nu, die zijn er niet. Hoe doet u dat? Ze zijn weg. Hoe doet u dat? Nee, maar dat zeg ik voor u. Want kijk, ze zijn er natuurlijk wel. Nooit gezien. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat geklooi met die doekie zie ik en dit. Me weg, erin, eruit. Maar voor u, meneer Van Ravenswaai, zijn ze er niet. Ja, leuk, hè? En dat is nou nog maar het begin. Ongelooflijk. Van deze. Nou, u bent er een, hoor. U bent een goeie. Dank u wel. U bent dank een u wel. En we zijn nog maar aan het begin. Ja, natuurlijk. Nu staat u hier bij mij hier on stage. Wat zijn u? Ik zeg, u staat hier on stage. Dat zeggen wij in het vakjargon, hè? On stage. En u bent welkom, be welcome, hè? Maar nou vraag ik aan u, hebt u ooit wel eens meer on stage? Eén keer. Toen heb ik meegedaan in een kabouteroperet, heb ik meegedaan. Ah, heb ik leuk. Hoofdkabouter was ik, leuk. Hoofdkabouter. Hoofdkabouter? Ja, dus belangrijk. Een hoofdrol, ja, ik was de belangrijkste kabouter van alle kabouters. Ja. En toen was u natuurlijk nog zo'n jaar of 7? Nee, 43. 43? 43. Hadden ze zeker een grote kabouter nodig? Nee, ze konden geen kleintje vinden. Maar dat is logisch. Toch? Dus een beetje routine en een beetje ervaring ja, op het toneel. Ja, ik ben oude routineus, hoor. Ja. Oké, zou u dan nou iets naar achter willen lopen, naar de zijkant van het toneel? Ja. Wilt u zo goed zijn? En dan? Ja. Ja. Staat u klaar? Ja, ik ben klaar voor. Dan beginnen we onze magic show weer en we zeggen, gordijn gaat op, curtain rise. Hoe doet u dat? Curtain rise en het gaat op. Curtain down. Curtain down. Dan komt hij weer. Kan het ook. Curtain down. Hè? Ik heb het ook in de vingers zitten. Wilt u het niet meer doen? Nee, natuurlijk. Als u het doet... down! Nee! Curtain down! Nee, niet doen! Curtain down! Nee! Anders gaat het fout, meneer Van Ravenswaai. Oh. U zag het de hele boel stort in. Ja, het is zo. Mijn assistente Simone. Mijn andere assistent, dames en heren, u had hem herkend. Hans Otjes. Ja? Hans Otjes. Die kennen wij. Hans Otjes. Meneer Van Ravenswaai, als u zo goed wil zijn... Om nu, u ziet hier staan de magic box. Oh. Om achter de magic box om te lopen en daar in te stappen. Oh. Achterom. Ach, gaat uw gang maar, meneer Van Ravenswaai. Nou, daar voel ik niet veel voor. Moet ik in die doos? Ja, even zo omlopen. Nou, daar ben ik niet zo'n liefhebber van om in de doos. Dan gaat Simone met u mee. We gaan. Oké. Achter in de magic box, Simone brengt meneer Van Ravenswaai. Wilt u met uw hoofd door het doek komen nu? Ja, met uw hoofd door het doek. Ja, zo.
Ja? En u? Prima. Ja. Gaat allemaal goed, hè? Ja. Nou, steekt u even uw handen door de doeken opzij en de sleuven. Ja, heel goed. It's all magic. Ja, het is al dingen. Dan gaan uw voeten, als u die even beneden door het doek wilt steken. Dat kan ik moeilijk vinden. Kan u even helpen? Ja, heel goed. En aan die kant? Ja. Dat gaat nog prima, ja, meneer Van Ravenswaaij. Dat gaat goed. It's all magic. Is dat u? It's all magic. Oh. Dan gaan we nu Hans en Simone vragen om even uw handen te binden. Te binden? Ja, de handen te binden. Dat hoeft niet. Daar gaat hij. En dan worden nu heel voorzichtig de voeten gebonden. Nou, is dat echt nodig? Ja, dat kan. Dank je. Heel goed. Heel goed. Ik geloof niet dat het leuk wordt. Alles zit goed volgens mij. U hebt daar geen problemen mee. Let op, meneer Van Ravenswaaij. Ja. Nu gaat het komen. De magic stunt. Uw armen gaan omhoog. En down. Maar dat viel toch best mee? U bent hoop ik toch wel verzekerd? Ja, maar alleen tegen brand- en waterschade. Dat is voldoende. Oh. Dan gaan nu de voeten naar opzij. Nou, dat hoef je niet. Ja. En back. Ja, goed zo. Ziet u hoe eenvoudig dat gaat? Ja, gaat wel. Meneer Van Ravenswaaij. Oké. Dan gaat Simone heel langzaam en voorzichtig uw hoofd naar beneden brengen. Naar beneden. Head down. En back. En Hans brengt uw hoofd omhoog. En back. Ziet u hoe eenvoudig het allemaal gaat, meneer Mazik? Ik ben er helemaal niet blij mee, meneer Mazik. En dan gaat nu uw hoofd wat soepeler worden. De nek gaat draaien. U gaat rond. U gaat rond. Ja, ja. Ja, ja. Gaat goed. Perfect. Mag u weer terug? Natuurlijk. Back. Ja. U ziet, dat gaat allemaal goed. Dat is allemaal eenvoudig. En dan tot slot van mijn experiment. Ja. Dames en heren, gaat alles tegelijk met muziek. Music, please. Gastheer Jos Kink. Hartelijk welkom, lieve mensen, bij de 75e aflevering van Wedden Wat. We hebben weer heel interessante weddenschappen en een internationaal panel, wat ze al herkent: Michael Thatcher, meneer Gorbachev, de paus en Ronald Reagan. Leuk bij elkaar geschilderd, hè? De eerste inzending is van Michael Thatcher. Zij kent iemand hier in Nederland die 50 verschillende dierengeluiden kan herkennen binnen 1 minuut. Als het niet zou lukken, dan zal Margaret Thatcher als tegenprestatie op Paleis Soestdijk de toiletten aandweilen. Dames en heren, onze eerste kandidaat heet Willem Windjes. En we geven hem een geweldig applaus. Er komt die Willem Windjes uit Tuitje. Ja. Hartelijk welkom, meneer Windjes. Goedenavond, meneer Schilperhoort. Kink is de naam. Hartelijk welkom bij Wedden Wat. U gaat 50 verschillende dierengeluiden herkennen binnen 1 minuut, hè? Ah. Wilt u hier plaatsnemen? Vind u niet erg? Nee, dat is heel goed. Relax, nou, lekker. Dat wordt wat, hè, al die dierengeluiden. Ja, ja, dat wordt wat, zeg. Och, hoe zal dat aflopen? Dat weet je niet, dat weet je niet. Ik wil u graag even vragen. Natuurlijk. Hebt u de laatste tijd nog een beetje kunnen oefenen? Ja, ik heb heel veel kunnen oefenen, mooi, meneer Schilperhoort. Kink. Het komt namelijk zo, ik heb thuis een hond, hè? Oh ja, hebben u een hond? Ja, ik heb een hond. Nee. Dus, Wippie heet die, hè? Mijn hond heet Wippie. Die hebben we genoemd naar mijn schoonmoeder, hè? Die heet ook Wippie, mijn schoonmoeder. Ach, interessant. En zo leuk, dan ging ik repeteren met mijn hond om hem te raaien. Dus dan zat ik in de kamer met een stukje worst. En dan was hij op de gang bezig met de vloerbedekking, zal ik maar zeggen. En dan riep ik, Wippie! En dan kwam hij de kamer in rolt. En dan zei ik, hond.
Dan raadde ik hem, begrijp je wel? Dan raadde ik dat er een hond was. Zodoende heb ik dus gerepeteerd en dan natuurlijk steeds meer gedaan. En steeds weer een stukje worst. Wippie, hond, wippie, hond. Op de deur had ik hem wel 30 keer in de minuut. Wel 30 keer in de minuut. Eén keer kwam mijn schoonmoeder binnen, maar die lust ook worst, dus dat maakt niet uit. Meneer Windjes, er is sprake van een misverstand. Toch? Ja. Kijk, u hebt het over één dier. Maar het gaat om 50 verschillende dierengeluiden. 50 verschillende. Verschillende? Ja. Oeh. Oeh. Dat is mij niet doorgevaxt, meneer Schelvoort. Ik heb alleen met mijn hond alleen maar kunnen repeteren. Nou, dat is jammer. Nou, hoop ik toch maar dat het lukken gaat. Laten we het toch maar proberen. Zit er een hond bij? Want die weet ik. Ik kan u dat helaas niet zeggen. Wilt u wel zo goed zijn om even de bril af te zetten? Waar is het voor? Nou, ik moet u blinddoeken. Oh, natuurlijk. Anders kan ik de geluiden zien, natuurlijk. Hè. Bij wijze van spreken. Ja, natuurlijk, ja. Zo, dat is donker, schatten. Kink. Ja. Zo, kunt u nog wat zien? Nee, natuurlijk niet. U hebt me toch net een blinddoek omgedaan? Ben u dat nou alweer kwijt? Heb u mij net ervoor... Nee, het was... Hoe allemaal handhaven? Oh, het was ter controle. Oh, natuurlijk. Even nog een dubbele controle. Ja. Hoeveel vingers steek ik op? Nou, dan moet ik gokken. Ik zeg maar wat. 3. Nou. Hoe is het mogelijk? Ja, maar u zien, ziet absoluut niks. Nee. Dan krijgt u nu even... Hé, hey, Gerard. Mooi plekje hè, zo vooral, hè. Ja. Hallo meneer Windjes. Ja. U kunt niks zien. Hoe weet u dan dat Gerard daar zit? Dat gok ik. Zit hij er niet? Hij zit er altijd. Ik ken geen Gerard. Ik ook niet. Oh. Dan komt nu die koptelefoon met die keiharde muziek. Oh ja. Dus heel harde muziek. Dames en heren, Willem Windjes hoort niks. 60 verschillende dierengeluiden binnen 1 minuut. Nee, 50. Huh? Oh, wat een lawaai, zeg. Dat was mijn fout, sorry. Oh, zitten nog andere, meneer Schelper, hoor. Wat de flappers, ja. Nee, hoor. Alles zit er nog aan. Oh, nou ja, goed, we moeten nu beginnen. We zijn natuurlijk aan tijd gebonden. Ja, natuurlijk. Even, daar gaat hij. Race eend. Is de eerste al, race eend? Nee. Ja, die ken ik al te goed. Dus de race eend is de Hawaiianse race eend, om precies te zijn. Komt u daar nou bij? Die heet race eend omdat in die Hawaiianse water, daar gaat hij altijd doorheen met enorme snelheden. En dan doet hij zijn pootjes onder het onderlichaampje. En dan gaat hij met snelheden van over de 150 kilometer per uur gaat hij door het water heen. Maar waarom gaat enorm snel. En dan praat ik nog niet eens over de injectiemodellen. Dat zijn de gewone, normale race-eenden. Want de injectiemodellen die gaan nog wel 10 keer harder. Nou, 10 is veel, hè? Dat is veel. Ja, maar die gaan een stuk harder nog. Maar waarom gaan ze zo hard? Dat moet wel, want in die water heb je heel veel Pirianen-nanana's, hè? Ja, heb je heel veel Pirianen-nanana's. Heel veel. En die lust alleen maar race eend, hè? Oh ja? Ja, die lust alleen maar race. Je hoort de hele dag bestellen. Eenmaal halve race eend meenemen. Mag ik er 2? Kan ik hem bewaren in de diepvries? Nou, mevrouw, dat zou ik niet doen. Je weet het nooit. We geven garantie tot de deur. Ja, dat heb je wel. Meneer Windjes, het gaat gewoon om dit. Begrijpt u wel? De scheurmuis. Tuurlijk. Ik maak een fout. Nee, dit is de scheurmuis. Wat is nou de scheurmuis? De scheur die maakt ook deze snelheid gebaren, maar die doet het langs de plinten van de kamer. Die gaat ook enorm hard. Die, een daarom muis. Heet hij ook de scheurmuis. Hè. Die scheurt langs de plinten. En je ziet hem ook niet gaan. Hij gaat zo, je kan alleen zien dat hij geweest is, want dan is de verf op de plint is een beetje verschroeid van de hitte. Van het langskomen van die scheur. Kun je zien dat hij langs geweest is. Is ietsje verschroeid. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Maar ik denk toch dat u een beetje in de war bent. Maar hij heeft er zelf geen last van, hoor. Waarom niet? Nee, hij heeft asbestpantoffels, hè. Dat moet van de bond, hè, moet dat, hè. Welke bond? Van de scheurmuizenbond. Nou. Die ken ik toch wel? Ja, van de scheurmuizenbond. Die is daar hoofd van, hè. Ik heb er allemaal nog nooit van gehoord. Ik ook Waar niet. Gaat het nou precies om? Gele snipsnapper. Gele snipsnapper, Balkangebied, Oostkant, paard in april. Is die zin er? Als u nou even, meneer Windjes,
wilt luisteren. Koningspinguïn! Koningspinguïn op zondag. Dadelijk de koningspinguïn. De koningspinguïn. Ik ben erg van. Ja, dit is hem, dat is zo leuk dat u zo even staat. Dit is hem op zondag. Op zondag? Zo staat de koningspinguïn altijd op zondag. Zo. Waarom? Ja, zo, ah, godzijdank. Hier zo. Waarom? Dan kan die zien, nou, dat is voor de Eskimo's, want die kunnen dan zien wat voor dagen. Die hebben zelf geen kalender, hè? Oh nee. Nee, die hebben zelf geen kalender. En die kijken altijd naar de pinguïn, wat voor dag. Staat hij zo, is het zondag? Staat hij zo? Ja, dan weet hij ook niet wat voor dagen. Het is maar een pinguïn natuurlijk, hè. Die hebben geen binnenzak, dat is even chronologisch digitaal van het, het is oktober. Ik weet eens als u nou even luistert. Brabants kloppertje. Nee. Je mag ook zeggen het deurdouwerke, dat is Latijn. Het gaat om de... Dove neus. Nee! Ik ken dat toch? Het gaat om de geluiden, we gaan nu beginnen. Race 1. Nee, weddenschapsgebaar, tijd gaat nu in. Hier komt het eerste geluid, let er goed op. Dat is makkelijk, hè? Ik kon het heel moeilijk horen, er zit een kip doorheen. Mag die goed, kip, prima. Hier komt het tweede geluid. Dat is mijn buurvrouw op oudejaarsavond. Fout, dat was het balken van een ezel. Hoe is mogelijk? Ach, wat zonde nou. Mijn buurvrouw maakt hetzelfde geluid. Zo makkelijk. Mijn buurvrouw doet het met de schouwenbladen. Hè? Oh ja, oh, vertel ja. Eens. Ja, die doet het met de schouwenbladen. Je hebt, vroeger heeft ze een tijdje op de kermis gewerkt. En dan schuurden ze die schouwenbladen tegen elkaar aan. En dan kreeg je dat geluid. En deze de tjolkpoeier tussen. En dan ging het stuiven in die tent. Hè? Die hele kermis was wit van stof. Is het mogelijk? Ja. En nou doet ze nog wel eens met oudejaarsavond. Ze is nou wat ouder. Dan doet ze voor de kinderen doet ze het ook. En dan doet ze een oliebol tussen die schouwenbladen. En dan perst ze de krenten eruit. Met die schouwenbladen. Die gaan met een enorme snelheid door de kamer heen. Die gaan zo'n eind de muur in die krenten. Zo, betonnen muur hoor. Zo'n eind gaan ze erin. Dat is ver voor een krent. Ja, het is een heel interessant verhaal. Haak je is jammer niet gelukt. Jongen, wat een verhaal. Helaas mis. Gaan we verder met de inzending van meneer Gorbatsjov. En die kent iemand hier in Nederland, dames en heren, die bekend staat als de smaakmaker. Die man die werkt bij een grote mayonaisefabriek. Ik mag de naam natuurlijk niet noemen, want dat zou reclame zijn. En hij werkt er als smaakmaker omdat hij daar een heel bijzonder talent voor heeft. En vanavond in Wedde Wat gaat hij proberen 80 verschillende smaken te herkennen binnen 2 minuten. Zijn naam is Manus Melkkoker. En we geven hem een hartelijk applaus. Daar komt hij, Manus Melkkoker. Het duurt toch allemaal veel te lang? Ja, ik moest mij helemaal omkleden. Ik kan een hele omkleden. Ik sta hier naast de smaakmaker van Nederland, dames en heren. Ja, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Wilt u hier gaan zitten, meneer Melkkoker? Natuurlijk. Goedenavond, dames en heren. Nee, gaat u maar lekker even zitten. Even relaxed, niet nerveus. Het gaat vast wel goed. Natuurlijk, ja, u bent de smaakmaker. Nou, je mag ook de zon wel eens in, hè? En hoe komt het wat nou... Je, Guus, wat? Hoe komt het nou dat u die smaken zo kunt herkennen en in zo'n groot tempo? Ja, dat is misschien even aardig om te vertellen, dames en heren. Ja? Wat was de vraag? Hoe komt het dat u die smaken zo goed kunt herkennen? Ja, dat is een ontwikkeling. Ik zit namelijk zo, ik zit op de opschroefafdeling, hè. Opschroef? Ja, ik zat eerst op de vijgenbindersafdeling, moest ik die vijgen bij elkaar binden. En toen ben ik overgeplaatst, opgehoogd, naar de opschroefafdeling. En toen moest ik ze erop schroeven. Juist. De dekseltjes. Waarom? En op de dekseltjes, op de potjes natuurlijk. Wat de potjes komen bij mij langs en dan moet ik dus het dekseltje erop doen. Maar heb je wel eens, dan zit er geen etiketje op. En dan moet ik zelf even proeven en dan heb ik mijn smaakpupillen hebben kunnen ontwikkelen. Die zijn nou zo groot, dat zijn ballonnen. Ik heb zulke ballonnen hangen hier. Meneer Melkkoker, van het smaakproeven. Dat zijn de pa-pillen. Ook, die hangen maar, erachter. Was interessant om te horen. We hebben niet zoveel tijd. Nee, natuurlijk, u hebt haast, natuurlijk. 80 verschillende smaken herkennen. Oh. Wilt u even de bril afzetten? Waar is het? Oh, net als de net. Ja, ja.
ik moet u even blinddoeken. Ja, natuurlijk. U wel. Heel begrijpelijk. Oké. Okay. Heel begrijpelijk. En nou, even, gaat het zo? Ja, het gaat erg prettig hoor, dank u. Mooi. Even ter controle. 3. 80 verschillende dingen gaat u proeven binnen 1 minuut. Even het weddenschapsgebaar. Race 1. Nee! Tijd gaat nu in. Oh. Binnen 2 minuten pakt u het eerste wat u te proeven krijgt ja. aan. Wat moet ik proeven? Ja, ik heb het hier voor u. Maar zo. Hoi. Oh, pardon. U moet het aanpakken. Ja, dan. Dan doen we het even anders. Oh, zo helemaal. Proef nou! Oh, wacht even. Ja? Ja. Ja? Ik, heel denk, simpel, ik denk dat ik het al weet, meneer Schilperhoor. Kink, denk aan uw tijd. Ja, denk aan uw ik tijd. Neem even een hapje, ja, maar dat is de bedoeling. Hij is wel duidelijk. Moet het hoor. Proeven? Ja. Manusmelkoker, hij neemt een hap. Ja, en dan proeft hij het meteen. Dit is duidelijk een. Een appel! Fout! Dat is dom, zeg. Zonde nou weer. Het is een banaan. Ja, natuurlijk is het een banaan. Ja, u had geen blinddoek om. Wat zonde, zeg. Ja, niks aan te doen. Er is niks aan te doen, natuurlijk, hè. Wat jammer, hè. Bedankt voor uw medewerking. Ja, vond u niet vervelend dat ik er was, ja. Nee, met pasje, hoor. Met pasje. Kandidatenpasje. Dag. Ja, die gaat door, de toch, kandidaat. Toch door. Ja, hoor. Goed, absoluut. Mooi. Het is jammer, hè. Ik zei appel tegen een banaan. Dat is natuurlijk dom als je dat zegt, hè. Ja, dank u wel. U kunt gaan, gaan, meneer Melkoker. Appel, zei u. U ziet de honger, ga u een banaantje. Ja. Ja. Wat een zootje. Nou, de inzending van de paus hebben we nog niet binnen. U kunt het zien, hij zit er nog over na te denken. Maar die van Ronald Reagan, die hebben we. En dat betreft dan de laatste kandidaat van vanavond. En dames en heren, dat is een man die zich binnen een minuut uit een bijna onmogelijke situatie kan bevrijden. Wat dat precies gaat worden, dat weten we niet, want we hebben het vanmiddag niet kunnen repeteren. Laten we hopen dat de laatste weddenschap goed gaat. We geven de man een hartelijk applaus. Daar komt hij, Barend Borrelworst. Ja. Ja. Hartelijk welkom, meneer Borrelworst. Ik heb 2 haren op mijn borst. La, 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 la. Dat klinkt onze herkenningstune, hè, die is van de accordeonvereniging. Ah, u bent lid van een accordeonvereniging? Ik ben de voorzitter van de accordeonvereniging Duwen en Trekken uit Vroomshoop. Dank u. Dat is een toepasselijke naam, Duwen en Trekken. Hè? U hebt talent, u hebt talent. Kijk even die arm. Ik ben ook ja, wel zeker. Een beetje muzikaal. Is de grote vereniging? Enorm, enormer, de grootste van Vroomshoop. Voilà. Ja. Hoeveel leden? 1. Hey, mijn vrouw. Maar die is gigantisch, hoor. Is die zo groot? Och, daar komt geen ent aan, mijn vrouw. Daar kom je met 10 liter benzine niet omheen, hoor. Die is enorm, enorm, mijn vrouw. Die vult ook lekker. En we hebben er een keer 6 accordeons hebben onderheen gehangen. Je bleef er gewoon zien, dames en heren. Meneer Borrelworst, heel hartelijk bedankt dat u bent gekomen. Heel interessant wat u verteld hebt. Dank u. Barend Borrelworst. En ik heb 2 haren op mijn borst. La, 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 la. Boom! Het is leuk, maar dat hoeft nou niet. We hij is wel zuiver, beginnen met ik, de weddenschap. U gaat in deze postzak. Die wordt lolly is lekker. Een lolly is lekker. U gaat in deze postzak. Maar je moet er niet al zuigen, want dan wordt die klein. Tante Christine. Hartelijk dank. Christine. Kom nou. Ja. U moet die postzak in, die wordt boven u dichtgebonden en binnen een minuut kunt u zich daaruit bevrijden. Dat kent toch nooit? Uit een dichtgebonden, hoor u nou zelf wat u zegt? Ja, dat kent toch nooit? Hoe is dat? Is knettergek. Luister man. Nou. Het is de inzending van Barend Borrelworst, de Ronald Reagan. Nou, laat hij er zelf in kruipen. Nee, u moet het nou doen, hoor. Excuus. Het is de bedoeling dat dat gedoor gaat. Anders komen we nooit aan het eind. Ja, alsjeblieft. Ja, u moet het zeggen. Oké. Zit je erin? En dan door de knieën in de zak. 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 Ik word een beetje misselijk als ik zoveel op. U moet het ook maar 1 keer doen. Oh, 1 keer maar. Ja, alsjeblieft. En nu?
doorzakken. Nog meer doorzakken, ja. In die zak verdwijnen. Natuurlijk, daar zit al die... Oh, het is een beetje donker hier binnen. Dat is toch logisch? Geen licht mogelijk, zak dan natuurlijk. Door, ja, natuurlijk, ik zak door, man. Zo, uitstekend. Nou wordt hij helemaal boven u dichtgebonden. Zo ver als maar kan. Dan kom ik toch nooit meer uit. De veiligheidssluiting erop. Ook nog. Weddenschapsgebaar. Race eend. Nee, tijd gaat nu in. Binnen een minuut kunt u zich eruit bevrijden. Nou, het zal mij benieuwen, meneer Schilderen. King. Denk nog aan uw tijd. Ziet u al wat gebeuren, meneer Schilderen? King, helemaal niets. Nee, hier binnen is het ook vrij rustig, hoor. Er is mij gezegd, dat is de specialiteit van Barend Borrelworst. Ik heb twee haren op mijn borst. Er gebeurt helemaal niks. De tijd is om. Wat afschuwelijk, u kunt er niks van. Ik vraag me af, wat kunt u nou wel? Ik heb 50 verschillende diergeluiden in 1 minuut. Ziekenfonds, 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 ziekenfonds. Allemaal ziekenfonds, patiënten, zuster. Geen particuliere patiënt meer te bekennen hier in de praktijk. Ik weet het, dokter. Zal ik de volgende patiënt wel binnen laten? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Neemt u het maar even van me over. En als u me nodig hebt, dan piept u me maar op, hè? Zoals u wil. Thank you, music lovers. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, dokter. Nee. Ik ben de dokter niet, ik ben de assistent. Oei, mijn vrouwtjes, dokter. Teefje. Nou. Heeft u klachten? Ja, mijn gootsteentje lekt. Krijg je allemaal wel last van, hè, dat je gootsteentje gaat lekken, natuurlijk, hè. U nog geen last van dat je gootsteentje legt? Nee, is bij mij nog niet voorgekomen, nee. Hou je zeker je duim erop. Nou, kunnen we hier nog zaken komen? Ben u ziekenfonds? Ja hoor, ik ben ziek. U ook? Ja, dank u. Ben u ingeschreven? Ja, bij het ziekenfonds. Nummer? Dat u? Nummer? Oh, 2. 3? Ja, er was er nog 1 voor me. Welk fonds? Ziekenfonds. Nee, meneer, ik bedoel waarlijk ziekenfonds. Oh, het ZF. ZF, ZF. Heeft u de kaart bij u? Ter u. Heeft u de kaart bij u? Ja, ik ga nooit zonder huis, zonder van huis, zonder kaart. Ja, nee. Oh, dat is heel verstandig. Moet altijd de kaart bij u. Ja, hè? Anders raak je de weg kwijt. Zo is het. Nou, weet u wat? Gaat u daar even zitten, komt de dokter zo bij u, hè? Oh, dank u. Goedemorgen. Dag. Ja, gaat u daar maar even zitten. Ben u ziekenfonds? Ingeschreven. Heb u nooit dat rauwe vis naar u toe gooien? AI lopt. Zal het toch eens kopen van de week. Thank you.
vleeseend. Dames en heren, de Lowland Sisters. Wilt u hier maar gaan zitten? Ziet u nou die mij al in de gaten had? Bent u ziekenfonds? Ja, zal ik daar maar weer gaan zitten dan? Nee, gaat u maar naar de kleedkamer. Dan kunt u zich half ontkleden en dan kom ik daarna wel even bij u. Maar ik kom niet voor mezelf. Daar staat de eerste deur voor u links, naast de röntgen. Als u dat meteen even wilt doen, want we hebben het een beetje druk, begrijpt u wel? Er zijn een heleboel patiënten. Ik ga er meteen heen. Ach jee, de klok staat stil. De klok daar staat stil. Dat komt waarschijnlijk omdat hij een beetje zo staat. Ach, Van Beek, wil je onmiddellijk even komen? Wat is er aan de hand? Nou, er zit een man op de polykliniek, die heeft 3 weken geleden een rijksdaal erin geslikt. Waarom komt hij dan nu pas? Hij heeft dat geld nu nodig. Kom maar even mee. Ja, dan zal ik je wel even helpen. Loop maar mee deze kant toe. Dokter? Dokter? Medicus? Goedemorgen. Ja, hallo met mij. Nou, ze begrijpen er niet veel van hier, hoor. Die zijn hier allemaal knettergek. Ach nee. Ja, het kan wel laat worden, dus lijkt mij het beste als we nou zo afspreken. Dan go! Goedemorgen, dokter. Morgen, dokter. Dokter? Ja, natuurlijk. Ik ben een arts, hè. Dat dacht ik al. Ja, ik ben een arts met een hoed op. Ja. Een arts met een... Oh, ja. U bent specialist. Ja, ik ben van de voor de hoedmiddelen, ben ik. Ach, zo. Ja, ik ook. Ja, begrijp ik. Zeg, ik werd vorige keer geholpen door een andere dokter. Oh, ja, die is er even niet. Die is even niet lekker geworden. Die heeft zijn eigen medicijn ingenomen. Die is even gaan liggen. Nee. Ja, dat is niet goed gekomen, nee. Wil u ook even gaan liggen misschien? Gaan zitten, bedoel ik? Nou, als het u uitkomt, heel graag. Gezellig. Wat drinkt u? Ik bedoel, waar gaat het over? Nou, ik zal u vertellen, ik heb erg veel last van een schimbeenpiesvliesontsteking. Mooi. Wil u daar vanaf? Wil u hem vergroten? Wat wil u ermee? Nou, ik wilde wel graag vanaf. Ah, bon. Ja. Dan ga ik hem even opschrijven. Hoe had u hem genoemd? Schimbeenpiesvliesontsteking. Schimbeenpiesvliesontsteking. Dat is een mooi woord voor de scrabbles, hè? Ja. Als je die op 2 keer woordwaarde neerlegt, dan zit je wel gerampetamd, dacht je ik zo, hè? Uit, hè? Ja. Mooi, maar ik heb hem hier genoteerd. Weet u wat ik met u ga doen, mevrouw? Ik weet niet. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Daar hebben we nou gewoon zin in. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Ik stop even de handjes in de broodrooster en dan ga ik u eens lekker onderzoeken. Als u hier in de kleedkamer, als u even uit wil kleden, u kan uw kleren op de mijne leggen, hoor. Komt u maar, hoor. Daar, ik ga u lekker onderzoeken. Oké, Het lijkt me beter als ik terug was
Sandro dokter er weer eens, hè? Dat u? Dat het me beter lijkt dat ik terugkom als de andere dokter er weer is. Want volgens mij bent u knettergek. Oh, maar die andere kan wel even duren. Die is ja, maar... u kan me wat. Goedemorgen. Hallo, mevrouwtje, mevrouw. Mevrouwtje, dat kan wel even duren. Wat bedoelt u? Ik weet niet waar die is. Hij zegt... Maar de dokter moet toch komen? Ik begrijp ook niet waar die blijft. Nou, dan blijft hij wel heel lang weg. Daar komt hij net. Ah, mooi. Ik zie u nog wel. Mocht hij vochtig blijven, even met de feun. Natuurlijk. Dat kan wat vies. Goedemorgen. Laten we hier maar even zitten. Ja, graag. Het loopt gewoon door hierachter. Dat is één grote gang, hè. Oh, gang. Neemt u maar plaats. Dank u. Ik moet nog even van u weten, hoe is uw naam precies? Frits van Velzen. Ah, Velzen Frits van. Nee, het is andersom, hoor. Het is andersom. U zei het verkeerd. U zei het net andersom. Het is eerst Frits, dan van en dan pas Velzen. U zei het andersom. Geef niet, ik maak er geen werk van, maar het is andersom. Ik wil het u wel even uitleggen. Dat is voor het kaartsysteem. Daar hebben we eerst de achternaam en dan de voornaam. Begrijpt u? Zeker een Belgisch kaartsysteem. Waar woont u? Rijn woon ik. Alfa Aande. Zitten. Daar heb ik allemaal geen tijd voor, meneer. En wij noemen dat Alphen aan de Rijn. Ja, ik dacht voor het kaartsysteem. Lithium. Wat is uw beroep? Ik ben drukker, dank u. Ah, u werkt op een drukkerij? Nee, ik werk op een paperclipfabriek. Een paperclipfabriek? Ja, ik ben hoofd van de afdeling bochies. Ja, ik maak de bochies, hè, weet u wel, in de clips, anders peperen ze niet, hè, zitten nog van die bochies in. Die maak ik erin, hè. Oh, dat is heel werk, hoor, in een doosje volop is je weekend om, hè. Maar ik heb er speciale apparatuur voor, hè, ik heb een vierkant tangetje. Wacht nou eens even, u bent volgens mij in de war. Dank u. U zei dat u drukker was. Ja. Wat drukt u dan? Op een knop. U drukt op een knop? Ja. En dan? Gaat de deur open. Ja, ik weet ook niet hoe het werkt. Het is elektronisch, denk ik. Het is een wonder. Ik druk op de knop en de deur gaat open. Nou, het is me interessant, hoor, wat u me daar allemaal vertelt. Ja, dank u. Dank u. Ik kan me niet voorstellen dat u daar zo druk mee hebt. Nou, het is heel afwisselend werk, hoor. Afwisselend? Zo. Ja. Nou, je mag zelf uitmaken met welke vinger je erop drukt. Ik ga er ook wel eens op zitten, gaat u ook wel. Ik denk dat u het heel druk hebt en daarom praat u een beetje verward. Ah, dank u. Doet u ook nog iets anders? Ja, ik tik ook nog. U tikt? Ja. Op een schrijfmachine? Nee, tegen het raam. Tegen het raam? Ja, als de kinderen buiten op mijn fiets zitten, dan tik ik altijd even tegen het raam. Ga je weg? Maar dat horen ze niet, want het is een hermetisch raam. Maar ze gaan wel weg. Met mijn fiets. Meneer, wat de verhalen vertelt u toch allemaal? Ik vraag u de meest... Weet u trouwens waarom er een stuur op een fiets zit? Anders moet je de bel in je hand houden. We are the champions. Gaat u zitten! Nou, houdt u op met die flauwekul, daar heb ik absoluut geen tijd voor dergelijke onzinnige raadsel. Waarom is een olifant altijd groot, grijs en gerimpeld? En meneer, houdt u nou op? Als die klein, rond en wit was, was het een aspirintje. Nou, zit! Waarom draagt een olifant altijd gele sokjes? Dan valt hij minder op als hij ondersteboven in de vla drijft. Ik heb nog nooit van mijn leven een olifant in de vla zien drijven. Omdat hij gele sokjes draagt. Nou vertelt u me ogenblikkelijk, waar komt u voor? Oh, ik kom voor mijn vrouw. Wat? Ik kom voor mijn vrouw. Waarom zegt u dat dan niet meteen? Ik wou het net zeggen, ik kwam er niet dus. Hoe heet uw vrouw? Velzen, Annie van. Annie van Velzen, ja, die heb ik hier. Vandaag uitgerekend voor de blijde gebeurtenis.
Meneer, u bent totaal in de war. U bent knettergek. Uw vrouw ligt hier met een gebroken sleutelbeen. Ja, dat kreeg ze toen ze hier werd binnengedragen. Een van de bagagedragers gleed uit. Maar ze kwam hier voor de blijde gebeurtenis. Vandaag uitgerekend. Meneer, ze ligt op kamer 10. Gaat u maar naar de toe. Tweede kamer rechts. Maar ik weet niets van een blijde gebeurtenis. Dank u wel. Een duidelijk gebroken sleutelbeen hier staan. Man praat uit zijn nek op een vreselijke manier. Ach, Van Beek, ik heb hier wat nieuwe namen voor kamer 10. Wat patiënten... wacht eens even. Kamer 10. Heb jij ook een Annie van Velsen? Van Velsen, ja. Wat is de indicatie? Gebroken sleutelbeen. Zie je nou wel, er man was hier net en die zei dat er was een blijde gebeurtenis. Ik weet van... dokter, het is gebeurd, hoor. Ah, is de jongen of een meisje? Ja, dat weten we pas over 9 maanden natuurlijk. Hier voor de zijsjots. Wat ziet er mooi uit? Ja, dan wou ik het even met je over hebben. Ik begrijp het niet helemaal, want wat heb je nu in mijn kleedkamer gehangen? Dit is een jurk van, nou ja, pakweg 40 jaar geleden. Oh, hij is veel ouder. Hij is 100 jaar oud. Het is een antieke jurk. Oh ja? Niet mooi? Nou, dat hadden we helemaal niet afgesproken. Wat dan? Nou, je zou een leuk kittig kostuum voor me ophangen, want we zouden een moderne spetterende show maken. Nou, daar heeft dit natuurlijk niets mee te maken. Nou, nee, is foutje. Dat gaat niet door. We maken een ouderwetsprogramma, hebben we net besloten met z'n allen. Gaat niet door? Dat gaat niet door. Heb je me helemaal niets van verteld? Nou, je kan me nog meer vertellen. Ik trek dit in ieder geval niet aan, zeg. Ik dacht dat ik mocht stralen in een show van deze tijd. Nou, wat ik hier aan heb, dat past me met mijn oma. Met de boete. Ik heb en ik schep juist sympathie. Ze vallen vandaag voor het ene woordje nostalgie. Nee, ik leef nu en ik wil dus alleen in een revue. Die van het begin tot aan het einde spetten. Luisteren toch de liedjes uit de oude doos. Maar de god, het is waardeloos. Nee, dat is iets waar ik een kick van krijg, die oude. Ja, ik weet nu al dat ik er als sick van krijg. Wie zou dat nou beter kunnen doen dan jij? Noem één naam, noem één naam. Zoek jij maar iemand anders voor mij. Nou. Ik zou zeggen, heel veel plezier vanavond. Nou, dag! Goedenavond, uit. Nee, maar wacht even. Simones, wacht even. Luister, het is juist de bedoeling. Nee, ik bedoel haar. Zij heet ook Simones namelijk, ja. Prettige avond verder. Wat doet die nou hier? Die hoort hier. Het is de bedoeling dat we er een ouderwetse show van maken, begrijp je wel? We halen die oude sfeer van vroeger, halen we weer terug. We hebben zwart-wit camera's neergezet, dus wat wil je nog meer? Oh. We gaan naar buiten. Waar de straaljagers fluiten, dat kan nou toch niet meer? Nou, deze dan. Naar de bollen. Naar die heerlijke bollen, waar je sprakeloos geniet van de files die je ziet. Zoek de zon op dan, dat is zoveel. Ah, want dan moet je wel naar Spanje met de trein. Veel plezier. Nou, zeg maar, nou, hallo. Wacht, dan eens, zeg eens wat jij wil. Gewoon zeggen, maar je kan niet verder. Wacht nou, je kan niet verder. Zeg maar eens wat jij wil. Gewoon zeggen wat jij wil. Wat wil je dan? Gewoon zeggen op dit moment wat jij wil. Wat wil je? Gewoon zeggen wat je wil. Zeg maar wat je wil. Wat jij wil. Wat wil je? Wat wil je? Wat ik al zei, een moderne spetterondervue met veren, ballet, alles erop en eraan. Nou, zie ik één veer. Nee, maar luister, we zijn... Zie ik ballet? Nee, maar we zijn... Niks, nul, nada, rien du tout. Maar wacht even, tante Toef, we zijn helemaal nog niet begonnen, want we hebben wel een spetterende opening, maar met een ouderwets ballet van de Brian Rogers Dancer. Toen ik als kleuter mee ging naar het theater. Voilà.
luister nou, het is voor de zaal wel leuk misschien. Ja, en die zaal wil best eens wat anders zien. Maar wat had jij je dan voorgesteld? Dat heb ik je 7 keer doorgebeld. Een revue kan toch nooit veranderen van stijl, Simone Kleins? Maar dat oh, is de nee, vuur. Oh, en waarom je gaat, wordt een bijl. Wij doen dat. Ja, als jij eens even in die hoek gaat staan, dan ga je iets waanzinnigs beleven. Ga staan, ga staan. Show us all. Zonder ritme. Leef het maar al zo. Zonder ritme. Met de show van Jenscham, daar kreeg je geen revue van de groep. Daar bleef het net, het was net een bom zonder loop. Oh, een show. Yeah. Als je het hoort, dan doe je mee. Het was dus niet zo'n slecht idee. Mevrouw Verhagen, wij heten u van harte welkom in ons familiehotel Bellevue. Dank u. We hebben uw hotel uitgekozen uit sentiment. Uit sentiment? Wat typisch. Nee, dat is niet zo typisch. Dat komt, mijn ouders hebben destijds hun huwelijksnacht ook in dit hotel doorgebracht. Ah, ja. Vonden wij een leuk, traditioneel ideetje. Ik begrijp het. Leek ons een aardige geste. Ja, dank jij, man. Wat leuk, dus u bent eigenlijk min of meer pas getrouwd. Ja, ik heb eindelijk de man van mijn dromen gevonden. Kijk, daar staat hij. Ja. En over 3 weken komt er nog een mandje bij om te voeden. Nee, het is niet waar. U bent in Blijde. Nee, dan komt mijn moeder bij ons inwonen. Juist. Yes. Nou, in elk geval, we hebben een fijne kamer voor u gereserveerd. En we zullen er zorg voor dragen dat u alle privacy krijgt die u zich maar wenst. Dat zou heel prettig zijn. Mooi. Prachtig. Nou, en verder hebben we een heerlijk zwembad. Ah, dat is jammer. Mijn man houdt niet van zwemmen. Dat is met te vochtig. Ach. De Finse sauna dan misschien? Mijn man houdt niet van de sauna. Dat is met te benauwd. Oh, dan misschien die hypermoderne trimzaal? Mijn man houdt niet van trimmen. Dat is me te vermoeiend. Ja, maar uw man zal toch wel een hobby hebben, denk ik, hè? Ja, dan proberen we vannacht achter te komen, ja. Ja. Nou, weet u wat ik doe? Ik ga u even voor naar de lift en dan wordt u bovenop gevangen door onze eigen piccolo. Mooi. Piccolo. Zal ik u even volgaan? Heel graag. Wilt u mij dan maar volgen? Daar gaan we. Dan ga ik u even volgen. Volg is dat niet heel ouderwetse? Kijk, dit is een piccolo. Met een piccolo. Dit is op zich wel heel schattig. Wacht op de gang, ik kijk even of de kamer in orde is. Ja, ogenblikje. Is in orde, in orde. Perfect. Welkom in het familiehotel. Nou, familie hebben we nog niet. Nou ja, de avond is er jong, dan kan er van alles gebeuren. Zo is het toch? Dit is onze bruidsuite. En hier komt de bruid. Wauw, dat is een oldtimer, hè? Jongen, jongen. Nou ja. Goed, dit vet houden, weinig gebruiken, gaan ze nog lang mee, hè, die dingen, hè. Maar goed, de avond komt wel om, want er is vanavond een leuk programma op televisie. Oh ja? Ja. Mooi, mooi. Mijn vrouw zei dat we heel wat anders gaan doen. Och, wat jammer. Vanavond een goede film op tv, hoe heet die ook alweer? De Bruiden van Dracula. Bruiden van Dracula. Oh, hij is al begonnen. Hij is al begonnen. Nou, hè, dan doen we één plezier en stuur die man onmiddellijk de kamer uit. Ja, ja, natuurlijk, meneer, u moet ook onmiddellijk weggaan. Wij moeten even rustig maken. Nee, u bent in de war. U moet eruit. Nee, u moet eruit. Ik heet Herman. Nee, ik ben Herman. Hoe kan dat nou? Ik ben toch Herman? Ik heet Herman, meneer. Heet u ook Herman? Schiet er alsjeblieft op. Hoe is het mogelijk? Ik heet ook Herman. Ik heb u altijd alles kennis met u willen maken. Hoe maakt u het? Eruit. Ja, hartelijk bedankt voor de service. Nou, zijn we in de bruidsuite, hè? Is het toch fijn
om in de suite te zijn. Ja, wat gebeurt er naast me? Wat is dat? Ik begeleid het even. Nee, ik sta hier nog, want wat we hebben nog niet gedaan van bedankt voor de service. Oh ja, dat ben je vergeten, man. Dat is gebruikelijk. Bedankt voor de service. Bedankt voor de service. Oh, dat komt in orde, mijn duifje. Ja, heel goed, duifje. Ja, meneer, hartelijk bedankt voor de service. Aangedaan. Het is goed zo. Ja, nee, maar dan moet je toch doen van hoppa, tingeling, laat maar zitten, weet je wel. Oh, dat kan ook. Hoppa, tingeling, laat maar zitten. Nee, nee. Dag. Wonderlijke man. Neger. Nu zijn we dan toch met z'n tweeën, zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Ja, hoor. Ik heb de idee. Zo, u hebt er zin in, zou ik maar zeggen. Nou, zeg. Ja, ik blijf niet lang. Ik kom alleen maar even vertellen. Hier naast bed staat een telefoon. Ik denk, misschien hebben we hem niet gezien. Als u nou ineens wil bellen, je hebt toch wel eens dat je wil bellen. Je wil weten hoe laat het kippenwitten begint. Dat heb je toch wel eens. Meneer, u bent veel te vrijpostig. Wilt u nou ogenblikkelijk weggaan hier? Dat kan niet. Ik kom de kamer uitleggen. Dat hoeft toch helemaal niet. We weten alles. Natuurlijk. Weet u nou bijvoorbeeld waar de wekker staat? De wekker? Weet u niet, maar ik wel. De wekker staat aan deze kant, want dat vonden wij een leuke loop. Die zit hier. Torenklok aan de overkant van de straat. Pas later. Hoe laat wil u ongeveer op? Want als u ietsje uit het raam hangt, kunt u bij de wijzers kunnen ze verplaatsen. Hoe laat 10 uur. Hoeveel? 10 uur. 10 uur zijn ik zo vast voor u op. Nou ja. Nou, hij is weg. Die is naar beneden gepletterd. Nou. Van 7 hoog, die slaat een rotfiguur. Ja. Nou ja, man, we laten ons weekend er niet op het darf. Ik ga de koffers uitpakken. Ja, maar duifje. Ja, nou. Als het kan toch op... Hé! Hey. Dan is het nog niet zo vierig. Hij komt terug. Huh? Hij komt retour. Hij komt retour? Ja, absoluut. Kijk dan. Hé, man. Ja. Hand. 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 Ja, tijd voor de hand. Dat is zo. Jo, zie jij wat of zie ik niets? Ik zie ook niks. Ik... Ik dacht dat u daar vandaan kwam. Oh, nee, ik kwam van die kant. Dan komt zo iemand goed terechtgekomen. Ik ben een goede aarde gevallen zonder grote bak met goede aarde. Ik ging er bam recht in. Nou ja, wat zal u gedeeën, zeg? Dank u. Goedenavond. U hebt mij niet meer nodig. Alsjeblieft niet, gaat u weg. Ja, nog even, tot slot. Wat is dat? Michael Jackson. Het slaat toch helemaal nergens op, meneer. Blijft u nou weg, alsjeblieft. Ja. Nee, ik zei, hier tegen, wat ik hier heb. Oh. Meen je wel, peignoir. Oh. Vind je mooi? Mm. Ja, dat dacht ik al. Ik heb er ook een beetpas, een pommetje mee. Een pommetje? Zal ik hem voor je aantrekken? Hartstikke sexy. Tuurlijk. Doe dat, hè. Ja. Zeg, maar blijf niet te lang weg, hoor. Oeh, mijn duifje. Mijn duifje. Ik hoorde de lokroep op de gang al. Wat is er? Nee, ik riep mijn vrouw. Oh, is dat, wat is wat dat? Een dotje, zeg. Ja, leuk is die, hè. Ach, maar die Jij is vond hem ook leuk. Oh, wat een leuk, dat zeg. Oh. Ja. Maar die is lollig. Ach jee, is hij dood? Dat is de peignoir van mijn duifje. Oeh, waar is duifje dan? Ja, die is even naar de bak. Wauw, zo de duiven worden vroeg gelost hier wel, hè? Oh, de doffer zit op de klep, hoor. Nou zeg, nou sluit. Wil u nou alsjeblieft wieberen? U hebt mij niet nodig. Wieberen. Oké. Okay. I love you. Dit gaat toch veel te Dit ver? Dit gaat heel ver. Dit dat gaat hoeft heel ver. Ik begrijp me nou misschien. Ik denk dat het gaat. Directie. Excuus, neem ik maar. Wat is er nou gebeurd? Nou, dan hoor je maar aan hun vragen. Heel... Ja, nou, ja. Nou, nou stuit dan wel je ogenblikkelijk te bedden. Je hebt gelijk. Het komt wel als we maar geduld hebben. Hapseke, u spreekt met Verhagen. Ik wil dat de manager nu ogenblikkelijk in de kamer komt. Meneer Verhagen, u had gebeld. Wat waren de klachten? Tuut, dat is snel. Die piccolo van u die komt er lopend hier in de kamer en die stoort ons op een bijzondere wijze. Oh, as! Ja. Zo, dat is brutaal waar hij bij is, hè. Ik hou hem aan de praat, ga lekker door. Hij zit namelijk zo en er zijn wat problemen met de riolering. Juit! Juit! Absoluut. Hij kan nog veel meer woordjes, maar dat kan hij nou niet opnemen. I love you.
mevrouw, meneer Van Hagen, dit spijt mij werkelijk enorm. Dit zal beslist niet meer gebeuren. Juit! Pardon? Juit! Zoals u wenst, maar als ik u een tip mag geven. Hier zit een haakje met een schuifje. Als u dat erop doet, dan kan er niets meer verkeerd gaan. Nou, goedenavond, zou ik zeggen. Vrouw, nou, meneer... gaan we onmiddellijk die schuif erop. Gaat het eindelijk gebeuren, hè? De ketting gaat erop. Zo, niemand kan ons meer storen. De huwelijksnacht gaat beginnen. Ik heb overal op gerekend. Eindelijk met z'n tweetjes. Wil je koffie of thee bij het ontbijt? Laat ze maar lachen, Fifi. Laat ze maar lachen. We nemen de trap. Oh, er is een lift. Oh, we kunnen met de lift. We gaan met de lift hoeven we niet te lopen. Met een doos aan een touwtje gaan we omhoog. Ja, met een doos. Oeh, pardon. Neem me kwalijk, ik neem de volgende wel. Dan kan u even met z'n tweeën blijven, hè. Zeker pas getrouwd. Ja, ik zag het, zijn gulp stond open. Bonjour. Bonjour. Hallo. Heb je last met de keel? Pardon? Ben je keel? Oh, je ne comprends pas hollandais, monsieur. Salut. Je ne comprends pas hollandais. Oh, ben u Frans? Ah oui, je suis français. Ah, hallo Frans, ik ben Herman. Bonjour. Ja. Ja, est-ce qu'il y a problème avec l'ascenseur? Pardon? Probleem met l'ascenseur. Ik, gaat erin en gaat er daar weg. Problemen met de lift. Hoe met de lift? Oui? Nou, er zijn geen problemen, maar er staat een pasgetrouwd paardje en die gaan even op en neer met z'n tweeën. Dus ik zeg, gaat er even. Paardje? Ja, die zijn pasgetrouwd. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, pasgetrouwd paardje, dat is een pasgetrouwd. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, pasgetrouwd paardje, wat pasgetrouwd is, is een pasgetrouwd paardje. Qu'est-ce que c'est paardje? Oh, le petit cheval. Ik doe het ervoor. Ze zijn in de witte broodsbeker zodoende. Witte brood? In de witte brood, dat ze in een pasgetrouwd paardje... Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, dat zeg ik toch zo, dat ze in de... Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, in stokbrood, Franse stokbrood, of zo ver zitten ze met z'n tweeën. Twee. Oui. Mag ik eens vragen, wat doet u eigenlijk voor de korst? Ja. Ik doe het voor de kosten... Wat jij voor de lol doet. Voor de lol? Oui. Voor de lol. Voor de lol. Ik heb het oudste beroep van de bier aan. Het is niet waar. Ben u Timmerman? Ik ben zeker een fan van Litouwers of zo. Het is een zeer afwisselend beroep. Ja, tuurlijk. Dat u komt nog eens onder de mensen, hè? Ja, oei. Het is wel erg vermoeiend. Oh ja? Oei. U ziet er ook vermoeid uit. Als u was, zou ik maar eens een paar dagen uit bed blijven, hè? Ah, oei, monsieur. Ik moet er eens uit. U moet eruit, hè? Ik kwam laatst nog een soort collega van u tegen in het vliegtuig. Ik zei, wil u misschien bij het raam zitten? Ze zei, nee, ik ben nou met vakantie. Folks! Hallo, Hans. waarom zie je er zo gek uit? Ik speel toch een Amerikaan? Oh ja? Ja. Oh, gekke Amerikaan natuurlijk. Hij speelt een gek Amerikaan. Hij speelt een gek Amerikaan. Harder, folks! Hallo, Hans. Gek Amerikaan. Well, is there anything with that elevator? Problems with the lift? Oh, de lift? Nee, er zit een pasgetrouwd paardje, maar misschien dat ze nou weg zijn. Ik zal even kijken. Ze moeten nu er onderaan van boven zijn, zou je zeggen. Oh,
Kan u even een beetje opschieten? We staan nou met z'n drieën te wachten of u even op wil schieten, ja? Even op wil schieten. Graag. Oh, yes, I understand. The young lovers. Nee hoor, het is de toneelmeester met de kleedster, maar ze doet het leuk, hè? Het is een klein rolletje, je kan er niemand voor laten rijden. Je hebt dus niet meer. Yes. Waar kom u zo'n beetje vandaan uit Amerika, hè? I am Big Billy, yes. From Dallas. Is niet waar. Van Dallas? From Dallas. Oh, dat zie ik wel eens. Wat doet u daar in Dallas? Een wolwinkeltje? What I'm doing, I am a big farmer. Wie? Farmer. Farmer. Oh, een boer. Boer. Een boer, ja, boer. Is een boer. Oh, dat scheelt mij één letter met u. Hij is boer. Boer. Boer? Boer? Qu'est-ce que c'est boer? Nou, boer, schoppen, vrouw, klaverheer, weet je wel. Ah, oui, toch een nel. Op tafel. Oui. Heb je hem door? Hij is prettig. Zeg, heb je ook veel land daar of zit het in die koffers? Oh man, ik heb zoveel land. Oh, yeah. Ik stap 's morgens in mijn auto. Yes. En dan rijd ik en dan rijd ik door mijn land. Yeah. En 's avonds laat ben ik nog niet aan het einde van mijn land. Yeah. Ja, zo'n auto heb ik ook gehad. Nou, dan moet ze er onderhand wel boven zijn, hè, zou je zeggen. Ja. Zeg, hallo. Gooi me eens in z'n drie of zo. Wij willen ook om. Oh, in Amerika, alles gaat veel quicker, hè? Snel, quick, you know. Oh, yes. Wij beginnen maandag te bouwen aan een wolkenkrabber. No. Vrijdag, he is ready. Ongelooflijk. Mm-hmm. Nou, bij ons in Amsterdam kunnen ze er ook maar van, hoor. Dan gaan ze 's morgens een huis bouwen. S'avonds staat de ME al voor de deur om de krakers eruit te halen. Ah, guten Tag, gibt's Problemen mit dem Fahrstuhl? Warum? Ich muss mit dem Fahrstuhl nach oben, verstehen Sie? Ik moest met een Fahrstuhl. Ja, ik hoor hem boven open gaan, maar beneden blijft. Ah, daar gaat hij. Ah. Nou, dat doen ze snel, hè? Sneller dan die deuren, zou ik maar zeggen. Hè? Perfect. Wat is los hier in Fahrstuhl? Ik versteh niks daarvan. Weer een buitenlander, daar word je gek van. Ik moest met een Fahrstuhl naar oben. Ik heb een wichtige conferentie verstaan. Er steekt een pas getrouwd peertje steekt in de lucht. Pas getrouwde peertje staat er in de lucht. Zijn pas getrouwde peertje. Die staan pas in de lucht. Een veert? Nee, een veert in vaarstoel? Ja. Maar mens, dat is toch onmogelijk? Ja, stond er toch in. Zo'n peert, zo'n knol. Zo'n jugoloren stond erin. Met een grote wagen erachter. Ik weet ook niet hoe ze erin gekregen hebben. Sinterklaas zat op de box, waar de Piet lag achterin. Was een gek. Ah, Sinterklaas! Jingle bells. Ah, nee, dat zingen we niet meer. Nee. We zingen jetzt immer, warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Nou, dat komt omdat die Duitsers allemaal de voeten gaan wassen in Zandvoort. Daar komt dat door natuurlijk. Was haben Sie hier doch? Waar doch? Was ist das? Was? Hier. Wo ist ein Hund? Bitte? Ein Hund. Ah, ein Hund? Well, is he dangerous? Nee, dit is een schuifsnuiver. Schuifsnuiver? Japanse schuifsnuiver, was ja. Was ist was? Een schuifsnuiver. Ah, er ist ruhig. Ja, nou wel, maar ze kunnen enorm hoog springen, hè. Spring, meneer! Dat is Sarasani. Ja, Barnum. Aber Mensch, das ist ja gar kein Hund. Das ist ja ein Schwabber. Ehrlich? Ja, natürlich. Ich denke, was eet die weinig? Aber jetzt muss ich da oben. Ich hab schon gesagt, ich hab oben eine wichtige Konferenz. Weet u warum die Duitsers allemaal zo'n grote bek hebben? Ja. Anders hadden pas die grote kop er niet omheen. Begrijp je? Ja, ik zit met een comment. Waar is die jonge dame? Ik zie het, Hallo, ik weet lekker. Mijn koffer is al binnen. Hallo. Hou van me. Hier is je koffer. Nee, ik had een rode kop. Ik had hem. Kun je achter die Duitse verkeerde? Duitser. Duitser, ik heb je koffer. Duitser. Wo ist denn doch mein Koffer? Hallo, ich muss jetzt gehen. Hey, ich muss mein Koffer haben. Wo ist der Mann, der mein Koffer hat? Duitser. Ik heb uw koffer. Duitser. Monsieur, ik heb uw koffer. Is dat toch de man? Ik moet ja mijn koffer hebben. Bobo. Do you still have troubles with your case? Ik ben geen case.
Now your suitcase, of course. Mein Koffer. Sie haben mein Koffer gegeben. Koffer. Ach, wollen Sie bitte noch einmal drücken? Okay, I'll try it again. Ja, ah, danke schön. Yes. Denn das müssen wir mal versuchen. Da... Ja. Wenn ihr was kwijt? Mein Koffer. Koffer kwijt? Oh, daar haal ik niet over. Daar zit ik in het verkeerde schetje. Niet malen. Goedemiddag. Was sagt er? I don't understand. Das ist doch der Fahrstuhl, nicht? Der Elevator. Ja, ach, wollen Sie bitte noch einmal drücken? I try it again. Sind Sie so freundlich? Okay. Ja, danke sehr. Da können... Ja. Godverdorie, weer verkeerde schetje. Neem me niet kwalijk. Nee, mein... What's going on here? Was sagt der Mann doch immer? I don't... Ich muss ja mein Koffer doch haben, das ist sehr wichtig für mich. Koffer. Verstehen Sie? Noch we einmal. Try. Lass uns noch einmal versuchen. Ja? Wie will er in den Koffer? Ja. Ich verstehe nichts davon. Das habe ich noch nie erlebt. Das kann ich sagen. Do you know how we call this in America? Was sagen Sie? How we call this? Nein. Shit! Ja, Sie haben recht. Yes. Ja, da sagen wir, das ist ja scheiße. Budget. Dames en heren, we... we kunnen aflopen het patroontje bestellen. Nee, we gaan even een stukje klassiek toneel doen, vandaar dit schitterende kostuum. En we gaan brengen een gedeelte uit Romeo en Julia van William Shakespeare. En ik vind zelf het mooiste gedeelte, namelijk de balkonscène. Hallo, de groot... ben ik even... Wat is dit nou? Was je goed verzekerd? Wat is er gebeurd? We gaan nou toch dat stukje klassiek toneel doen. Daar weet ik niks van. Oh, toch niet dat oude stuk met die reclames? Nee, het heeft niks te maken met de reclames. Nee, luister nou. Els, we doen... Pien, Willy, even de spellen. Je bent in de war, je hoeft geen plastic zak erbij te hebben. We doen dat stuk van William Shakespeare. Ja, Willem Schutspier, die ken ik wel. Zal ik het even uitleggen? Nee, je hoeft niet uit te leggen, de mensen kennen het stuk. Dames en heren, ook thuis, anders begrijp ik er een bal van. Het gaat zo, we krijgen dadelijk de commerciële televisie, daar gaat alles veranderen. Ook de reclames gaan veranderen natuurlijk. Die komen niet alleen meer voor en achter de film, maar die komen ook midden in de film. Dus de film... Wat gaat dat nou hier in Nederland ook komen? Wat? Dat de films onderbroken worden zo hapsakee door reclame? Dat weet ik niet, wie zegt dat? Dat sta jij net te beweren. Ik? Ja. Ach, dat hoor je niet goed. Zit haren, joh. Excuus, dames en heren, ook boven, maar er is paling. We krijgen straks andere televisie. De commerciële televisie gaat beginnen. En dan krijgen we ook... De reclame gaat veranderen. Die komt niet alleen weer voor en achter de film. Maar die komt... Nou hoor ik het zelf ook. Hoe kom je daar? Heb jij er weer bedacht? Nee, heb jij er weer bedacht? Typisch iets van jou. Nee, want ik ben er tegen. Wie heb het dan bedacht? Nou, dat weet ik toch niet. Jij komt met het verhaal. Oh, dan komt het van Dingetje. Wie is Dingetje? Hoe heet Dingetje? Hoe heet die... Hoe heet die waar jij zo gek mee bent? Wie dan? Eelco. Wie is Eelco? Je kent Eelco toch wel? Nee, hoe ziet hij eruit? Die ziet er niet uit. Nou goed, dames en heren, in ieder geval, hij gaat even een... wat ga jij eigenlijk precies doen? Ja, dat heb ik net al gezegd. Romeo en Julia. Oh ja. Hij gaat even Romeo en Julia? Ja. Jij? Natuurlijk. Wie speel jij dan? Nou, dat kun je zo toch wel zien. Repelsteeltje? Ik kom dit hele stuk niet voor. Ik speel de 17-jarige Romeo, verliefd op zijn Julia. Toestel bijstellen maar thuis. Bijstellen. Ik ga daar dwars doorheen met reclame. Oh nee, geen denken aan reclame dwars er doorheen. Dan doen we één keer een beetje klassiek toneel en dan reclame. Dat is juist wat ik doe. Dan zo wordt het op de televisie. Wat kan mij schelen dat later op televisie wordt? Hier, trek, doe het wacht niet. Nou even. Ik begin er niet aan. Trek nou eerst even deze korte Adidas-broek aan. Stap erin. Stap je nou zelf de waanzin niet? Dat past toch helemaal niet bij dit kostuum? Blauw staat er perfect bij. Je haalt twee tijden door elkaar heen. Dat is een anachronisme. Oh, die heb gebeld. Die kon niet komen. Wie kon niet komen? Anna. Welke Anna? Anachronisme, kon niet komen. Ze moest kippen uithollen bij de vader in de zaak, die kon niet komen. Kippen uithollen? Zet dan in ieder geval, wacht even. Zet een zonneklep op. Zet een klep, niet van je klep. Ik doe weg. Als er reclame in moet, oké, maar dan onopvallend. Onopvallend. Dames en heren, de mooie balkonscène uit Romeo en Julia van William Shakespeare. Thank you.
Ik heb even een bordje op de achtergrond. Zo'n gigantisch bord hangt er aan dat mooie bord. Zo'n gigantisch bord is dat helemaal niet. Moet je kijken bij voetballen, daar hangen veel grotere borden. Niemand leest dat. Iedereen holt er langs met een bal. Dat is nu. Je haalt twee tijden door elkaar heen. Dat is een anachronisme. Die kan niet komen. Die staat kip uit te joekelen. Wat heb je trouwens op je hoofd? Wat heb je gewoon? Iets akeligs. Dat is geks. Oh nee, ik speel Loekie. Weet je wel, Loekie, die altijd in de stad, die hond, die in de sterreclame zit. Dan kom ik op en dan zeg ik, oh, je bent nou. Weet je wel? Oh, je bent nou. Dat is een leeuwtje. En het past niet in mijn tekst, oh, je bent nou. Nee, maar jij zegt hem ook doe nou alsjeblieft sluikreclame. Oké, okay, sluikreclame. Wat doe je? Ik sluik. Romeo! Weer Hans Otjes, daar word je gek van. Ja, wat heb ik naar uw aanblik verlangd? Ik zou u willen vragen, kloek en stout. Ja. Hallo, schat, staat de boot maar koud? En weer weg. Dat is te opvallend. Ja. O, Julia, wanneer zal ik u ooit in mijn armen mogen sluiten? De graaf voor al uw hang- en sluitwerk. Wat is dat? Reclame, de graaf voor al uw hang- en sluitwerk, weet je wel? Nee, dat heb weet ik. Heb jij geen hang- en sluitwerk? Nee. Moet de graaf bellen. O, Romeo. Julia. Ik ben nog zo onbedreven in de liefde. Onze liefde, Julia, is als in een operette. Ja. Nu ook op cd en muziekcassette. Julia, ge zijt nog puur en rein. Hoe oud zult ge nog amper zijn? Nou. Doe eens een gooi. 29, 30. Schoon is haar kunstgebied met Persil. Leven met Persil. Hoe heet die andere rotzooi ook alweer? O, Romeo. Julia, mij. Gij zijt mijn koeneheld des koningslegioen. Wat heet? Hij is een echte vlekkenkampioen. Hou er van geld, nou zeg. Wassen met een balletje, hè? Lach. Dat u iets zou overkomen. Ik moet er niet aan denken. Oh, oh nee. Oh nee. Oh nee. Zeg maar nee, want dan krijg je er twee. O, Romeo. Julia mijn. Wat moet er van mij worden wanneer gij mij ooit verlaat? Heb geen angst. Ik trek mijn zwaard. Ja. En verdedig mijn aanstaande bruid. Alleen voor beschuit haalt hij hem eruit. Dat ik ooit een kind van u bekomen zal. Eet Paul! Wat slaat dat op? Eet Paul, omdat zij zegt dat ze graag een kind van u bekomen zal. Eet Paul. Waarom? Aanbevolen de topfokkers. Even een opener. Met een dweiltje, want hij knoeit. Even een opener. Maar Julia, wat slaakt voor een vreemde gilletjes? Daar komt zij blaas van natte billetjes. Ik neem zodra ik met u in het reine ben. Heerlijk, haal hem! Ik heb niks gezegd hoor. Romeo, Romeo, wat wil toch die meneer? Wie, ik? Ja, u meneer. Ze zijn meneer tegen mij. Julia, moet u gaan verlaten. Ik moet op audiëntie bij onze koning. Koning, keizer, admiraal! Ah, dat zijn de grootverbruikers, dat kan je wel aan. Mijn beste meneer. Ja, wat is er nou, Hans? Ik ben toevallig de actrice Loesje Stuifzandtak. Ah, ga uit je kop, lelijk wijf. Romeo. Ja, mocht ik u ooit ontvallen, zet dan op mijn groeven deze been. En leven er al van en zijn
toverstok. Pak het lekker zelf. Stok dat. Hey. Heel erg zitten. Hop. Heel erg. Internationale truc, het ei in de vaas. Ik ben bijzonder, blij dat... Hallo. Zachtjes, hè, voor de annonce. Mijn internationale truc, het ei in de vaas. Dames en heren. Ik maak ze wat kleiner, dan maken ze minder lawaai. Zachtjes, ja? Ben ik mee bezig? Mijn internationale truc, het ei in de vaas. Dames en heren. Bouwfonds.